Het is een wereld van verschil met de verkiezingen in augustus, waar er ontzettend veel hoop was. Kenianen in grote, lange rijen stonden en uren wachten tot ze konden stemmen. Nou, vandaag, en er is heel veel gebeurd de afgelopen 2 maanden, is de opkomst zo te zien aanzienlijk lager. Heeft de oppositie gezegd, wij doen niet mee. En zijn er in een aantal delen van het land geen mogelijkheden om te stemmen. Vanwege de veiligheidssituatie of vanwege het niet opengaan van stembureaus. Ja, wat betekent dat voor deze verkiezingen? Nou, het zijn zeer gemankeerde verkiezingen, nu al. Er is gisteren geen uitspraak geweest van het Hoge Rechtshof in Kenia, omdat de benodigde rechters er niet waren. En dat leidt echt tot vragen over of daar politieke intimidatie is geweest. Politieke escalatie, intimidatie, spierballentaal, oplopende spanningen zijn überhaupt veel aan de hand hier. En ik denk dat alle Kenianen daar last van hebben.